Beste kijkers, goedendag. Ja, het is volop winter in het Rijnmondgebied. Er is een laag sneeuw gevallen. en Dat betekent niet alleen maar sneeuwleed, maar er zijn heel veel mensen die dat ook prachtig vinden. Onder andere ja, de weerfotografen natuurlijk. Moet je kijken, je ziet hier heel vrij de sneeuwvlokken dwarrelen in brielen. Nou, hoeveel sneeuw is er nou gevallen in onze regio? Nou, gemiddeld zo'n 5 tot 10 centimeter. En dat betekent ja, dat je je straat moet schoonmaken, zoals hier in Vlaardingen. Nou, net buiten de regio in Monster, daar is zelfs een dikke laag sneeuw van 14 centimeter naar beneden gekomen. En ja, niet alleen in Monster, maar natuurlijk in de hele regio is het wit. Ook in Rotterdam. En dat levert dan ja, van dit soort fraaie plaatjes op. Nou, we kunnen ons opmaken voor een Koude avond en nacht, want er is maar weinig bewolking, met name vannacht. De temperatuur die gaat flink naar beneden. Gemiddeld genomen min 7 graden. Maar het zou mij niet verbazen als het lokaal boven de sneeuw, bijvoorbeeld in de Alblasserwaard, min 10 gaat worden. En daarbij staat een zwakke tot matige noordoostenwind. En er zou lokaal ook een misbankje kunnen ontstaan. Ja, en dan morgen overdag, de woensdag, is een prachtige winterdag. Veel ruimte voor de zon. Het blijft overal droog. Misschien in de kustreek een sneeuwbuitje. Afkomstig vanaf de Noordzee. Temperaturen nou ja, in de ochtend nog matige vorst. En woensdagmiddag lichte de vorst met min 2, alleen langs de kust. Daar ligt de temperatuur wat dichter bij het vriespunt. En de wind die waait matig. windkracht 3. en die komt erbij uit het noordoosten. Nou, de komende dagen blijft het volop winter, beste kijkers. Met uh, ja, de eerste dagen nog wat zonneschijn. Maar geleidelijk aan Dan gaat de bewolking wel verder toenemen. Smiddags lichte vorst, ongeveer min 1. En s'nachts meestal matige vorst, tussen min 5 en min 10 graden. Dat is een beetje afhankelijk van de opklaringen. En in de loop van het weekend lijkt de kans op sneeuw opnieuw weer toe te nemen. En de temperatuur die gaat dan op zondag ja, uitkomen waarde iets boven het vriespunt. Maar ja, tot in het weekend gewoon nog ronduit winters. Nou, Ten slotte nog deze prachtige plaat. En die is gemaakt door Jean Verkade uit Vlaardingen. Echt een mooie winterstavereeltje. Nou, maakt u ook mooie foto's van de sneeuw natuurlijk of het ijs. Dan surft u naar weerfotorijmond.nl. en dan komen de foto's vanzelf naar mij toe. Ik wens u nog een prettige dag toe ja, en heel graag tot morgen.